je kwanto aan je ongeveer elantijs akita? Bon, zeg het om magazine. Zijn ons meer de bonkast, ze goeren te veel aan je, je shit te pikken hij dus. En meestal moet je een doosje in je, maar zo minus. Antes, nanta wat er was, daar is kosetje naar dingje. Daar was de pampoena, patia, maïsje, bonchi. Ik heb natuurlijk ook een aantal planten. Want de mira, en ook de mentana. Maar ik heb dat sera, maar toch fresco. De mira die kon in Moraya aan de handje. Ze moesten aan noche, of de mira fresco, en denk dat het fresco den dia tambi. Zodat hij zijn ze haast den cayente. Toen de kasten die anders samen tussen Moraya aan de handje. Den dia te fresco. Want de noche in de bier moet je frio. Ik heb mensen echt lang komende na een aantal te wachten. Den ijskaas grande keer, dat is bizar. Zoals ik heb dat dan ijskaas te tempel. Hier ook in een dat plek, zo ik kan aangeven. Zo, anders dan dat we dat kimakal, ik heb mensen dat we koral zijn. Want dat kimel is op een manier een puil. Want dat kalki is, dan dat dat is bizar. Een plek te emuraien. Een kalksteen, kalki. Pierre na momento mira, ta pierre nan de la man, of la man cante la man, pierre di coral, de la lesa. Ante ka tibu nan ta se pierre nan pa nan. Si ba bak bon ta kon, in ponenta pon e pierre nan riba otro. Ante si bak me medi nan, enkle no ti sa santo, ta lodo of terra nan ta pon e me me. Di kon in gem mata da crescere de memoria. No, basi kite cosa e dato nan ko tin da crescere de memoria, ta do di me para nan ta come e fruta nan, ante si mia nan ta kai riba e memoria. Dor ke memoria ta me tin tere denje ante ta crescere. Eigenlijk nam de funeste paar ruïne na, sommige nam de kibre ruïne na. Maar in ons tahan ik ons bij kieten na, na de bom qua e na kreeg ze door de muraille si. Tio, kijk wat de valor na die elantuis, die magazine na na korsau. Bon, de valor die ruïne na, dat pa ons pop trace back ons historia. Zijn we voorbij ons archief nationaal, kun we voorheen zaten, kwantum aan je ting, kent het de bibel den je, kent ze ori, wat een interne historia, nog de lanta is op, het is historie die kost ook aan we. Dus we zetten ook important, we ons voor discubinen, we dan bolbin back die historie, pa bostang, manier bostang, ki, moet je naar jong, amit meest in de grandi, poen je zak, maskoos in ons historie. Magazine die kwal aan thuis is akitati, jo? É um magazine aqui tá de elantais pós-espanhol, portanto tem que mais para o bol. Nós acabamos de descobrir, então vamos nos beijar para limpiando o nosso elantais, para nós ganhar inteiro e vista como grande elantais sábado tá. Então depois para estar na minha para explorar, me vou aqui com um pouco ganhar de artefato que estava já tinha antes. Não, quebra e trapis, mas é que era mais original do que possível. A meta di Centro Esperanza, mi trovata na famiglia di terapia di trovo. Il cliente na nostra bini den e area na di conservation. Nostra snoi e cammina na pa nan keda bri. Anto o nostra in rovina na ta ambe nostra ha sido un doje rovina na limpi. Nostra visa unico da sua anta sine nostra duna realse na nostra visa nostro patrimonio culturale. Pa è lo che noi sentiamo cultura, storia, tanto perché la conservare pa è molto lungo per bene spesso. Anche perché noi siamo base pa limpiando lo nuovo dell'antes, pa noi siamo anche inter e vista con grande l'antes sabato ta, anche spesso pa tanto abbiamo po esplorato, mi va chi con un po anche di artefatto, cutavo da tingi antes, cioè nel quadro è noi siamo base vuoi che sta limpiando e ruina di l'antes po spagnolo. Cosa mi dico un hancio morale da? Ah, cosa mi dico? Ah, che non tavo da un camera, che tipo di camera o di cono non sa? Però non so se è limpio e completo, potrei un vista quanto cambia e l'anto è stato fatto. Se pensi che non si limpia, potrei un vista totale. Ma non è che muraia da canna che vai? Ma come anche qui? Ma che non è da casco muraia anche se ne che vuoi? No. No, molto caro, no? Sì, a finale. Come vuoi da muraia? Poi puoi mangiare una sera? Ma puoi sapere con te che muraia è stato. Mesko kutun trapi di lanti mi takere ko akita sa me mesata tun trapi pa bo baba ya bau ko e datu e akai net net riba lo ke lo meseta ba tun trapi des ono nos kap kap ko nos kite datu nos tayun bisa real ko akina za tun trapi ba da si of no pero mirando e struktura de morai e ta pasemi si ko lo meseta tun pasashi akitras di konture lantais nang na korsau tariba un zero. È parte di un'unpa, è visibilità, per non controllare un cattivo, io scopo a mirare, c'è l'eo che tiene nemico, che viene in un luogo, che può proteggere. Più è fresco anche. Non è
traject aan mijn manier om bij te passen, fácil de enche, pecase queda fresco. Een ruïne op zich kan heel mooi zijn. Het heeft een bepaalde sfeer en als je er doorheen loopt of omheen loopt, dan kan je zelf je fantasie laten gaan van hoe het vroeger was. Wat moeten we nou doen met die ruïnes? Sommige mensen zeggen van, breek ze af en zet er een mooi huis neer. Nou, en dat is nou juist wat waarschijnlijk niet zo'n goede oplossing is. Wat is een ruïne nou eigenlijk? Een ruïne verbindt ons met het verleden. Hoe het 100 jaar geleden was, 200 jaar geleden. En in sommige gevallen zelfs nog 300 jaar geleden hier op Curaçao. Die ruïnes die werden bewoond door allerlei soorten mensen. En niet alleen de eigenaars van het landhuis, maar ook hun bedienden. Vroeger slaven, of althans de slaven werkten hier. Kortom, eigenlijk had iedereen van die op de plantage woonde er mee te maken. Als wij nou zo'n ruïne behouden, dan is het leuk dat het te bezoeken wordt voor iedereen op Curaçao. Dus als je zo'n ruïne een beetje ondersteunt, we noemen dat consolideren, dan stort het niet verder in elkaar. Dan lopen de mensen die er vlakbij staan ook geen gevaar dat ze een steen op hun hoofd krijgen. En dan krijgt het een soort parkfunctie. Dat betekent dat je er voor je plezier naartoe kan gaan, kan genieten van uitzicht, de ruïne zelf, een bijliggend hofje en noem maar op. Tot nu toe was de gedachte op Curaçao om een oud gebouw, een monument, helemaal te restaureren. Als het een gebouw een ruïne is, dan werd dat vaak niet gedaan. En daar komt nu verandering in. Veel mensen beseffen dat een ruïne op zichzelf al mooi is. En dat inderdaad met wat ondersteuningswerk je een ruïne voor een lange tijd kan bewaren, zodat iedereen ervan kan genieten.